Nijmegen staat in 2019 uitgebreid stil bij de 75-jarige herdenking van het bombardement in de Tweede Wereldoorlog. Rond het einde van februari worden er een aantal activiteiten georganiseerd als eerbetoon aan de slachtoffers van het vergissingsbombardement. En daar hebben we een uitgebreid programma. De 21ste, dat is al bekend tegenwoordig, worden die brandgrenzen, dus de grenzen van het bombardement, uitgebeeld. Mensen die daar gaan staan, dat belooft een indrukwekkende happening te worden. En de 22ste op die tegeltjes in de binnenstad. Dus ik goed weer hopen en degene die bezig zijn, Rob Jaspers, initiator. Ik denk dat dat heel erg mooi wordt. Echt complimenten dat dat georganiseerd wordt. Op 22 februari worden de slachtoffers herdacht. Met onder andere een dienst in de Sint-Stevenskerk. En een bijeenkomst bij de Schommel voor het stadhuis, waar ook burgemeester Abu Taleb van Rotterdam aanwezig is. De 22e hebben we uiteraard onze traditionele denken bij de Schommel. Met dit jaar een aantal uitmuntende sprekers. Collega Ahmed Abu Taleb uit Rotterdam zal spreken. Rotterdam, natuurlijk bekend, ook een groot bombardement geweest in de meidagen van 40. Gerry Verbeet, de voorzitter van het Nationale 4-5 Mei-comité. Echt een gezaghebbend iemand, die zal ons gaan toespreken. En staatssecretaris Paul Blokhuis zal namens de regering komen. Hij is de verantwoordelijke bewindspersoon voor herdenken. Op de 23e zal het informatiecentrum Tweede Wereldoorlog worden geopend in het cultureel centrum De Lindenberg. Dezelfde dag opent het regionaal archief Nijmegen haar deuren voor het publiek. Hier kan men Nijmegen tijdens de Tweede Wereldoorlog bestuderen. Ook worden er in het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis een tweetal evenementen georganiseerd.